kijk in het dak gaan. Helemaal. Denk je maar niet? Top toch? En gisteren ook? Ja, gisteren ook en vandaag. En morgen en overmorgen en volgende week. En over 2 weken en over 1 jaar. Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering. Seizoen nummer 1 is officieel afgelopen. We gaan beginnen aan seizoen nummer 2, maar volgens mij moeten we nog een paar dingen afsluiten. Hè? Even snel kijken hoor, want Carmo, aanbieding, gaan we niet eens op in. Martinez ook niet. Tagliafico, Hickey, Ekkelenkamp, Floranes. Dat team? Nee, gaan we niet doen. Weet je wat ik zit te denken? Eigenlijk wil ik teruggaan naar die... Tenminste, naar een... Ja, misschien wel naar de 4-3-3. Ik weet het nog niet. We zien het wel. We hebben heel goed gespeeld. Maar ik zit ineens te denken, weet je. Misschien gewoon weer terug naar de... Ja, ik weet niet. Gewoon 3 aanvallers. Maar we zien wel. Ja, oké. We hebben een plek in de Champions League. Natuurlijk. Maar volgens mij is dat voorrondes, hè. Volgens mij wel. Even kijken. We hebben meerdere aanbiedingen. Gaan we niet op in. Clubprestaties. Beste 11. Klaassen, Gravenberg, Neres. Oké. Even kijken, Ekkelenkamp, Malen, plus 1. En ook Carmo, Zirkzee en Van den Berg. Maar ik denk dat we, als we geld hebben, ik weet niet eens, want kijk, met FIFA weet je, het seizoen erop krijg je geld. Ik weet niet of dat met PES ook het geval is. Neres, wacht even. We hebben hier aanbiedingen. Trouwens, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Ja, dit gaan we allemaal gewoon, maar volgens mij... Nee, we gaan het zo laten. Ik denk dat we gewoon doorgaan, want we hebben natuurlijk ook de wedstrijd tegen, ja, in ieder geval spelers die met pensioen gaan. Dat gaan we gewoon, we gaan het niet spelen, ja, we gaan het gewoon eventjes laten zien, maar wacht even. Ja, oké, ik denk dat ik gewoon een paar highlights van die wedstrijd ga laten zien. Ik denk dat we moeten wachten, want hoeveel geld hebben wij nu? We hebben 19,5. Salarisbudget is heel hoog. Heel hoog, maar we hebben, ja, we hebben niet heel veel transferbudget. En we willen Kluivert halen. Maar ja, ik weet niet of we geld krijgen. We hebben spelers op de lijst of niet? Even kijken, spelers op de lijst. Huntelaar. Huntelaar, wacht even. Wat is dat nou weer? Huntelaar, Brobby, Taylor, Scherpen, Traoré, Timber. Dat was het, oké. We krijgen Botman terug. Maar ik denk, als we geld hebben, dat we gewoon nog een centrale verdediger moeten halen. Maar ja, als. Kluivert gaat voor. Kluivert gaat wel voor. Ja, we gaan door. Ja, man. Eventjes over die laatste aflevering. Poeh, we waren zo dichtbij, man. Gewoon finale tegen Juventus. En de laatste wedstrijd hadden wij gewonnen in de Eredivisie. Maar dat was niet voldoende. Patrick Kluivert zijn baan nog zeker na een mislukt seizoen? Nog even. Oké, ik denk dat we... Oké. Automatisch verlengd. We gaan even wat zien. Ja, oké, dit weten we allemaal. Maar we gaan even kijken, want kunnen wij dus verlengen? Even kijken... Nee, oké, we moeten dus wachten. Oké. Ik denk dat Kluivert ook volgend seizoen gewoon coach is van Ajax. Kom op. De Waal heeft volgens mij een aanbieding. Gaan we niet eens op in. Voor de rest weer niemand, hè? Nee. We hebben geen geld om een speler te halen. Ja, Kluivert moeten we eigenlijk halen. Oké, wacht even. Aangeboden banen, clubteams. We gaan kijken. We gaan alleen... Dit is wel echt... Dit vind ik echt leuk om te zien, man. Oké, we hebben dus een contractverlenging van Ajax. Gaan we natuurlijk accepteren. Hier zie je het contract verlengen. Gruwelijk. Gewoon Vitesse, Rangers en Nakon Ratashashimishimi. Ja man, accepteren bro. En dan gaan we denk ik gewoon naar de wedstrijd. Eventjes gewoon heel snel. Erewedstrijd. Oké, nu gaan we dus de oud-spelers zien van, ja tenminste de beste spelers. Daar zie je bijvoorbeeld Rooney. Bro, we gaan gewoon.
Ja, oké. Okay. In deze wedstrijd even denken. Ik wil eigenlijk in deze wedstrijd gewoon wat anders gaan doen. Want ik zat te denken aan een andere formatie. Jongens, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Maar we hebben goed gepresteerd, maar niet goed genoeg. Dus, wat vinden jullie van 3-4... Deze, hè? Ja, maar dan... Deze. We moeten even kijken wat we gaan doen, maar ik wil dit even gaan veranderen. We hebben op het middenveld dan even kijken. Ik wil wat anders doen. Ik weet al wat ik wou. Dit wou ik. Dit is wat ik wou. Zo. 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 Boldu was sowieso de beste. Dan gaan wij Onderwaard. Even kijken. De rest. Nee. Wacht even. Waar? Oké. Okay. Bro, hier ben je. Anthony. De rest. Dit zou nog wel eens wat kunnen worden. Oké, okay, we zijn nog niet klaar. Malen moeten wij vervangen. Ik denk dat Kudu daar moet. Dit moeten we sowieso veranderen naar... Ja, jij ook. Ik denk eerlijk... Nog even. Ja, dit is beter, dacht ik al. Kijk. En dan nog eentje, want we hebben natuurlijk Martinez. Oké. Okay. We hadden dus net volgens mij een 81 of zo... wacht even. 83. Dit is denk ik de formatie voor het volgende seizoen, bro. Ik denk het wel, maar sorry man. Ik ben enthousiast. Maar dat betekent wel, we gaan denk ik Malen verkopen. Ik weet het. Luister, we zijn niet perfect, oké? Okay? We hebben fouten gemaakt. Maar deze formatie, ja. Maar we krijgen dus Botman. Botman gaat spelen op de plek van... Ik ben zijn naam vergeten, man. Carmo, sorry. En Van Bergen gaan we... Daarvoor moeten wij denk ik wel een vervanger vinden. Ik denk wel dat we als we op het Champions League niveau gaan spelen... Dan is natuurlijk Van Bergen niet goed genoeg. En Schuurs is 77 algemeen. Dat is ook al een kantje bord. Wow. Bro, ik zag het net pas. Sorry. Oké. 85 teamgeest. Nog beter dus dan die andere formatie die we al gebruikten. Ik wist... Bro, kom op. Oké, luister. Het ziet er goed uit. We gaan de wedstrijd spelen. Ajax. Dit is de wedstrijd tegen de oud-legendes. Zo is het toch? Volgens mij wel. Iniesta. Dat is die Spaanse... Ik ben zijn naam vergeten. Maar nee. Maar goed, we hebben daar Ribéry. We weten al Rooney daar. Ribéry ook. Ja, dit is wel echt mooi, man. Maar we gaan eventjes gewoon een paar highlights laten zien. Maar we hebben wel een nieuwe formatie. Waar is hij? Wat is de bro? Wauw, een paar grote namen, man. Dit is wel mooi, man. Dit vind ik echt mooi, man. Gewoon echt... Gruwelijk om te zien, want ooit komen er natuurlijk ook spelers van Ajax tussen. Even kijken, Iniesta, Ribéry, Rooney en Fernandinho ook. Wauw, Batstuber. Maar hoe heet die? Dat is Guamero ofzo. Oké, dit is de opstelling van Ajax. Onana, Carmo, Schuurs. Trouwens, wacht even, stop maar. Onana gaan we verkopen. Tagliafico is al weg trouwens. Onana gaan we verkopen. Oké, hij is nog niet weg, maar je weet wat ik bedoel. Even kijken. Onana gaat verkopen. Fernandinho. Matic. Xiaokin. Ja, dat bedoel ik. Xiaokin. Pepe ook op de bank. Ken je die bank? Company. Maltinho. Bro. Klaassen kan worden aangespeeld. We beginnen goed. We beginnen lekker. Anthony. Wow, daar komt hij niet bij. Afgepakt door Martinez. Kijk, hij is zo goed, jongens. Ik denk dat deze formatie het is. Ik weet het zeker. Laat me. Ja, ik denk het. Carmo. Sorry, maar ik kijk naar jullie. Daarvan de rest. Op het middenveld. Maar... Boadu. Recht op de keeper. Mooie kans. Kudus. Hier is Boadu. Wordt goed druk gezet. Daar is. Goed verdedigd. Ja, we hebben het. Ja, ik weet. Ze zijn wel
bezig aan hun laatste wedstrijd, maar ze zijn nog steeds goed. Oké. Komen we daar nog bij? Onana. Ai, ai, ai. En dat is de reden waarom jij je laatste wedstrijd gaat spelen. Wauw. Dat is een... Oké. Ik weet Onana op doel, maar dit moet het doelpunt zijn. Van zo dicht... Ja. Gamero, ja. Van den Berg. Ja, hij heeft heel goed gespeeld dit seizoen. Maar ik denk dat we wel een leveltje omhoog moeten doen. Anthony. Aan de kant. Bodo gaat het doen. Bodo gaat het doen. Oké. Deze formatie is het. Weet je waarom? Ik denk twee spitsen is leuk. Maar ik wil gewoon echt een nummer 9 hebben. En een nummer 10. En in deze formatie hebben we dat gewoon. Ik denk dat... Ja. Ik ben erover uit. Oké. Maar de linksback en de rechtsback positie zijn klaar. Maar ja. We gaan terug naar gewoon drie aanvallers. Malen. Ik weet niet man. We hebben Malen wel gehad. Misschien kan ik hem weer... iets... Ja, terug naar PSV misschien. Ik kijk wel. Zalkin. Wordt natuurlijk meteen... Oké. Matic. En misschien met deze formatie kan Gravenberg wat beter spelen. Oh, ik wou net zeggen. Eerste helft voorbij. We staan voor met 1-0. Dankzij wie anders dan de topscorer van de Eredivisie. Myron Bodu. Tweede helft gaat beginnen. En ik ben echt benieuwd. Gaan we geld krijgen? Kijk, we gaan Onana verkopen. Dus we krijgen sowieso wat geld. Maar ja, we moeten dan ook echt Lafont halen. Dus ja. Maar ik denk dat Lafont... Wow, wow, wow. Bodu. Boadu. Bodu. Fernandinho kan het nog steeds. Ah. Maar ja, weet je. Lafont is niet zo duur, denk ik, als Onana. Dus we gaan wel winst maken. Hé. Hey. Rak die bal aan, maar... Maar in ieder geval, ja. Dus ja. Nou, we zullen het zien. Overtreding op Bodu. Smerig, man. Matit, bro. Even kijken, want ik zag het niet. Hier, Bodo. Op de voet, ja. Moeten wij wisselen? Laten we even gewoon een paar nieuwe spelers erin brengen. Even kijken. Unovar. Bergen. Haller. Ekkelenkamp krijgt ook wat tijd. Ja. En we kunnen nog één keer wisselen. Dan brengen wij de Waal erin, want we hebben nu vier middenvelders. Maar voor wie? 77, 75. Maar Koudous heeft minder gespeeld dan Gravenberg. We kunnen ook dit doen. Zo. Laten we het zo doen. Klaassen. Iniesta neemt over. Blijven gaan. Niet Gamero laten gaan. Ekkelenkamp, netjes gedaan. Ja, ik zat te wachten. Oké, we hebben een vrije trap. Klaas is nog steeds in het spel. Dus, we gaan het zien. Ja, oké, Fernandinho, daar sta jij bekend om. Klaassen, kan jij in het... Schuurs, waarom Schuurs? Schuurs 70, Ekkelenkamp 70. Waar is Klaassen? Klaassen zit... Oh mijn god, oké. Ja, dan wordt het... Waarom niet gewoon Ekkelenkamp? Ekkelenkamp speelt zo weinig. Ik gun jou dit. En volgens mij heeft Ekkelenkamp minder dan 10 wedstrijden gespeeld. Oeh, dan moeten wij hem uitlenen. Ekkelenkamp met een vrije trap. Ekkelenkamp geen... Ah. We staan voor met 1-0 tegen de oude legendes. Koudous. Koudous is... Ah, hij pakt balletjes af, jongens. Ribéry. Bart Stuber. Onder druk gezet, maar ze komen uit Peffer. Ja. Hier weer onder druk. Penalty. Wat is dat? Scheid, fluit af. We gaan winnen van, wacht even. Gravenberg komt ervoor. Van Bergen, bro. Bro, bro, bro. Oh. Oké, kijk eens aan. Boating ook nog. Oké. Maar ja, ik heb veel tijd er nog over is. Hier hebben we Boating. Nacho. En dat is het einde. Dit is de laatste wedstrijd voor de oude legendes. En weet je wat het grappigste is, hè? Ze komen gewoon terug. Hun leeftijd zal teruggezet worden naar 16.
hun algemeen wordt gewoon verlaagd. Ze worden gewoon een soort van gereset. Dat is gewoon echt gruwelijk. Dat is een soort van regen systeem in FIFA. Maar dan gewoon pest systeem. Dus ja, weet je, in FIFA verdwijnen die spelers, zeg maar, qua uiterlijk. Maar hier blijft ze gewoon hetzelfde. Alleen hun, wat ik al zei, leeftijd en algemeen gaat allemaal, wordt gewoon gereset. Dat is gruwelijk. Trouwens, we hebben wel gewonnen en we speelden goed. Laatste dag. We gaan officieel dit seizoen afsluiten. Hebben wij nog een belangrijk bericht of zo? Rolwijziging? Speelmaker. Oké. Speelmaker. Hij is dus eentje omhoog gegaan. Wat betekent dit? Teamgeest stijgt wanneer er wordt gespeeld. Dat is belangrijk. Oké, dat hadden we nodig. Het seizoen 2021-2022 is nu begonnen. Openingsdag transferperiode. Oké, we gaan kijken, want we hebben... Volgens mij, Oké, dit is seizoen nummer 2. Ik ga meteen kijken. Wij hebben nog steeds dezelfde... Oké, dat is lastig. Wat we wel gaan doen nu... Onana gaat natuurlijk worden verkocht. Doen we gewoon zo. Maar we hebben dus geen geld erbij. We willen natuurlijk wel Kluivert halen. Maar we hebben geen geld. Carmo. Beëindigen. Dat gaan we eventjes snel doen. Want anders blijft het allemaal in beeld. Oh, we moeten opnieuw. Oké, laten we accepteren. Bro, Tagliafico gaat vertrekken. Oké, we hebben dus geld trouwens. We hebben geld. Wacht even. Ekkelenkamp heeft weinig gespeeld. We kunnen hem niet verkopen. Ik wil hem wel uitlenen. Dus uitlenen. Want we hebben hem zo weinig gespeeld. Dat is een van de regels. Even kijken. En trouwens, ja. Ik zei dus, als wij de competitie niet winnen, moeten wij natuurlijk een topspeler verkopen. Maar ja, wij verkopen natuurlijk al Tagliafico. Onana, dus we doen het al. Dus, even kijken. Floranus. We gaan ze weer verkopen. Ik weet het. Masrovi. Lastig. Kan hij misschien op een andere positie spelen? Hij zou in principe ook nog op... Nee, dat ga ik niet doen. Huntelaar staat al op de lijst, maar niemand wil Huntelaar. Taylor ook op de uitleen. Ja, is goed. Traoré. Timber. Marcelin, Marin is terug. Oh ja, ze zijn terug. Ja, oké, maar jij mag weer... We hebben Boardman binnen. Magalan. Oké, daar hebben we hopelijk wat geld als we ze verkopen. We hebben trouwens al best wel veel. Kijk, Boardman is terug. Danilo gaan we verkopen. Boardman is terug. Piri wil ik eigenlijk de kans geven, jongens. Ja, maar hij is niet... fysiek contact 76. We geven hem de kans. Oké, we hebben geld. Wat we dan gaan doen... Het is tijd, broskies. Het is tijd. Kluivert. Kluivert is nu een 81 algemeen. Snelheid is perfect. Oké, we gaan het doen. Het is tijd. Kluivert komt terug naar Amsterdam. Hij zou een overstap naar onze club verwelkomen... omdat hij daar een belangrijke rol kan krijgen. Oké, dit gaat makkelijk worden dan. Dan gaat het makkelijk worden. Ja, ik kan het gewoon zeggen. Kluivert... Oké, wacht even. Trouwens, we hebben Mitchell van Bergen, Unovar. Oh, we laten het zo. Baldu gaan wij verkopen. Nee, wow, wacht even. Ik bedoel Malen. Malen gaan we verkopen. Ja, sorry man. Op de lijst. Haller en Sirkzee. Eén van de twee. Ja,
Haller heeft gefaald bij mij, man. Hij begon wel een klein beetje te vlammen, maar het heeft gewoon te lang geduurd. Ik kan gewoon niet bouwen op dat. We gaan keuzes maken, jongens. We gaan keuzes maken. Voor de rest gaan we het zo laten. Ja, jeugdteam, wacht even, wacht even. Oké, kijk, ik ga jullie nu laten zien wat ik bedoel. Kijk, 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 hè. Even kijken, wie is dit? Kijk, kijk naar die namen. De Bushi bijvoorbeeld is een speler. Oh, ik kan zijn gezicht niet zien. Maar in ieder geval, hij is een Fransman. En hij is terug, want hij is met pensioen gegaan. En hij is terug. Wat ik wel ga doen. We gaan het zo doen. We hebben niet de beste spelers, zie ik. Maar weet je wat ik wel kan doen? We kunnen ze wel, zeg maar, kopen. Of in ieder geval tekenen. En dan kunnen we ze verkopen. Is gratis geld. Gratis, maar ik doe alleen de top. De top is, zijn deze vier. Hebben wij genoeg plek? Ik weet niet, we gaan het gewoon doen. Vastleggen. Hopelijk werkt het. Oké, dat gaat best wel makkelijk. Volgende, we gaan ze meteen verkopen. Dit is geld. Dit is alleen maar voor geld. Schmelcher. Hebben we al genoeg plek? Ik ga het gewoon doen. Oké, we gaan het eventjes, denk ik, zo laten. Deze zijn, ja, we hebben nog twee. We gaan het gewoon doen. Weet je hoeveel geld? Oké, nee, we gaan het niet doen. We hebben geen plek meer. We gaan het zo laten. Wat is dit allemaal? We moeten eventjes goed opletten. Klaassen Traoré scherpen. Klaassen moeten wij gaan verlengen. Maar ik zag wat anders. Wacht even, ik zag wat anders. Piri is omhoog gegaan. Almada, Marin, Cirkzee. We moeten het contract van Klaassen gaan verlengen. We geven jou dezelfde bonus, 5 jaar. Hopelijk ga je akkoord. Afkoopsom binnenkort. Ik weet niet, 13 miljoen, maar dat is weinig, hè? Kunnen we dit niet? We gaan het zien. Oké. Wat ik nu ga doen, even snel. Ik ga even snel Botman. Ja, in ieder geval, wacht even. Ja, Carmo. Alvarez moet trouwens volgens mij ook spelen. Botman. Teamgeest 92. Wacht even. Gaat weer naar beneden, denk ik, met Alvarez, toch? Ja, oké, maar wel in de 90. Maar we hebben... Ja, gaan we wel doen. Wauw! 90 plus. Eindelijk. Dit is niet de formatie. Laden. En het was deze. Oké, we gaan het eventjes weer opnieuw doen. Bro. Alvarez in plaats van Carmo. Wauw! Nu wel 92. Deze formatie is beter dus. Simpel. Kudus heeft nu eind... Gravenberg... Oh, nee. Dit is gruwelijk. Dit is precies wat we nodig hebben. Oké, het volgende wat we gaan doen. We gaan spoelen, denk ik. Want we kunnen... We hebben volgens mij al een contract aangeboden aan Kluivert. Maar we hebben geld. We kunnen misschien... Kunnen we Lafont al halen? We hebben geen ruimte. We moeten verkopen. Bro, we moeten gaan verkopen. We moeten trouwens die nieuwe spelers meteen op de lijst zetten. Kan dat wel eigenlijk? Die nieuwe spelers. Kan ik ze meteen op de lijst zetten? Volgens mij... Ik weet het niet. Hier hebben we Schmelcher. We kunnen ze meteen op de lijst zetten. Kijk, dit is perfect. Gratis geld. Goeie tip. Doe het. Als je geld wil maken. Want je ziet het. Je krijgt geen geld. dat was het, hè. We hadden er drie. Wat is dit? Kluivert gaat akkoord. 22,6. Kluivert is binnen. Kluivert is binnen, jongens. Kluivert is binnen, jongens. Kluivert is binnen. Wacht even, want volgens mij kunnen wij... We hebben geen plek meer. Dat is lastig, want ik wil eigenlijk... Lafont, waar ben je? Lafont, hier. Hoeveel kost jij? Ik ga even kijken, hoor. Hoeveel... Hij is goed, maar we hebben geen... Wacht even, ik ga het gewoon proberen. Hij heeft een goede indruk. Oké, dus de kans is groot dat hij gaat... Wacht even, dit is niet wat ik wil. Kan dit ook? Ja, oké, dat is niet erg. Oké, we gaan. We gaan het zien. Lafont moeten wij halen. We moeten ook een centrale verdediger, maar we moeten eerst iemand verkopen. We moeten iemand verkopen. Oké, Kluivert is binnen. Let's go. We'll be right back.
Vader en zoon herenigd. Dit is heel mooi. Dit is echt gruwelijk. Donnarumma. Inter. Oeh, hij is gewoon gegaan naar stadsgenoot. Wauw, hij... Wacht even, hij speelt bij Juventus. Hij is wel echt een... Hij gaat van AC naar Juventus naar Inter, bro. Oké, Lafont. Afgebroken, maar maakt niet uit. Oh, wow. Wacht even, het programma. Want ik zie de wedstrijd tegen Marseille. Wanneer is die? Nog lang niet. Oké, we hebben nog wat tijd. We moeten iemand verkopen. Dit is wel echt gruwelijk. Dit heb ik trouwens nog niet eens laten zien. Uitschakelen. Bijwerken teamklassement. Op welke plek zijn we nu? We gaan het zien. Op plek 16. Bijna in de top 10. Geen enkele aanbieding. Onana is een van de beste keepers van de wereld. Maar niemand wil hem blijkbaar hebben. Ondertussen gaat Donnarumma van club naar club. Schiers plus 1. Koeders plus 1. Malen plus 1. Malen staat ook op de lijst. Carmo plus 1. Oké. We gaan het... Wacht even. Trainersloopbaan. Hebben wij een nationaal... Oh my god. Brazilië en Frankrijk. Ik ga Nederland. Ik wil. Nee. Maar. Het begint. Het is begonnen, man. Oké, we gaan het wel zo laten. Weet je wat ik zit te denken? Vorig seizoen zijn we geen landskampioen geworden. Dus ik verdien het gewoon niet. Brazilië of Frankrijk? Nee. Dat moet ik verdienen. Nee. We laten het zo. Ik vind het goed zo. Oké, de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gaat beginnen. Ik weet niet hoeveel wedstrijden we gaan spelen. Ik denk 2. De wedstrijd tegen Marseille en de wedstrijd tegen Vitesse. En dan. De volgende aflevering gaan we door. Ik denk dat we dat gaan doen. We hebben een nieuwe formatie. We gaan het zo laten. De eerste wedstrijd van deze aflevering is de wedstrijd tegen Marseille. Wat ik wel belangrijk vind is... Wat is het eigenlijk? Voorrondes. Oké, wij gaan het opnemen tegen Marseille. Dit is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En we hebben een nieuwe formatie en ik ben tevreden. Teamgeest 92. Iedereen wil spelen. Maar Malen. Sorry man. Kluivert op de bank. Voor Van Bergen. Maar ik wil even wat kijken. Gaat één keer maar naar beneden. Perfect. Oké. Wauw. Zirkzee voor Haller. Unovar. We hebben Kluivert nu. Maar Mitchell van Bergen. Wacht even. Mitchell van Bergen is dan rechtsbuiten. Ja. Mitchell van Bergen. Kijk, dat komt goed uit. En voor de rest een centrale verdediger. Carmo. Kluivert. Labiat. De Waal. Ja. Misschien Ekkelenkamp. Ja, oké. We gaan. Nog één keer controleren. Alles staat goed. De eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen Marseille. Ik ben vergeten om de wedstrijd op 10 minuten te zetten. Het staat nog steeds op 5. Oké, maar we hebben nog natuurlijk de return in Frankrijk. Maar goed, laten we ons focussen op de wedstrijd. Het moet voldoende zijn. Botman, bro. 1,94 meter of zo. Schuurs en Alvarez. We hebben wel een betere verdediging. 100%. En Teamgeest is eindelijk 90+. Dit is de wedstrijd tegen Marseille. En Kluivert op de bank. Zoals ik al zei, Kluivert moet gewoon... Hij moet het verdienen. Voorrondes van de Champions League. Deze wedstrijd, we moeten doorgaan. We moeten de kwalificatieronde bereiken. Groepfase, je weet wat ik bedoel. Onana, Botman, Schuurs, Alvarez, Kudus, Martinez, Gravenberg, Klaassen, Neres, Bodu, Anthony. Dit zijn de 11 voor Marseille. Goyer, Amavi, Kalete Kar, Sanson, Strootman, de aanvoerder. Benedetto is lastig. Payet is helemaal lastig. Trincao op de bank. Ze hebben Trincao van Barça. Let's go. Mooi tenues. Wauw. Wij beginnen aan de aftrap. Botman. Daar gaat Neres. Ik wou hem geven op Bodu, maar oké.
Dit is werkelijk waar. Niet te geloven. Eerste kans. Gewoon de paal. Eerste kans. Wauw, we moeten gaan oppassen nu. Eerste aanval. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Onana zag er niet echt lekker uit. Kan hij de voorzet geven? Nee. Neres. Gravenberg. Kan hij hem geven? Kan hij hem geven? Boadu. Boadu. Jammer. We gaan terug. Dit wordt de mogelijkheid. En goed voor twee man op Boadu. Eerste helft is voorbij. Jammer, dat was een kans. 0-0. Bijna. En ik denk dat het tijd is voor Kluivert. Neres, ik weet niet, zijn conditie is op. Wauw. Nog één helft te gaan. We spelen goed, maar hij staat maar op 5 minuten. We gaan het nu doen. Ja, Kluivert gaat erin komen. En hij heeft er zin in, bro. Kluivert. We hebben een jaar moeten wachten, bro. En eindelijk in mijn career mode, Master League slash, je weet wat ik bedoel. Ja, Klaassen stond dat, hij stond buiten speel. Oh. David Neres, Klaassen, jouw momentje! Oh nee, oh nee, oh nee. 6 minuten nog te gaan en nu pas komt Kluivert erin. Nu pas. Ja, oké. Okay. 5 minuten maar wedstrijdtijd. Vergeten te veranderen. Neres met een mooie paas trouwens. Maar hij gaat eraf nu. Kluivert gaat te... Ja, hij heeft gewoon geen tijd om wat te kunnen doen. We waren dichtbij. Hier hebben we Kluivert. Oh, we gaan het niet zien. Tuurlijk niet. Als we nu de bal kunnen, zouden kunnen... Ah, de scheid gaat... Zonde. We hadden zo lang balbezit. Dat niet eens Kluivert... 0-0, maar ja, mijn schuld. Mijn schuld. Dat stond op 5 minuten. Je hebt nog 1 wedstrijd te gaan. We speelden wel goed. We hadden niet echt heel veel kansen, maar ik heb vertrouwen. 48% balbezit, beide 1 keer geschoten. Oké. Okay. Eredivisie is weer begonnen en we gaan het opnemen tegen Vitesse. We gaan naar de wedstrijd. We gaan naar de wedstrijd. Oké, alles is gezegd wat er gezegd moest worden. Kudus, waarom Kudus nou? En Gravenberg en Schuurs en Onana. Van Onana snap ik het wel, want we hebben natuurlijk contact opgenomen met Lafont, maar... Ai. Dit is een probleem. Maar ik ga het niet doen. Ik ga het zo laten. Ze gaan er maar doorheen spelen. We hebben wel een paar middenvelders trouwens, man. We hebben Marine ook nog. Ja, nee. Moet voldoende zijn, jongens. Kom op. De laatste wedstrijd van deze aflevering is de wedstrijd tegen Vitesse. De laatste wedstrijd van deze aflevering is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En we spelen thuis tegen Vitesse. Vitesse Ajax altijd lastig. Dat weten we.
Maar we moeten... Kijk, luister. We hadden evenveel punten als AZ. Kom op nou. We hadden gewoon evenveel punten als AZ. AZ is gewoon landskampioen geworden. Zonder Boadu. Dit is een nieuw seizoen. Dit seizoen moet het... Ja, moet wel. Dit seizoen moeten wij kampioen worden. Ja, ik stotter gewoon. Omdat ik zit gewoon na te denken. Het kan echt... Nee. Dat kunnen we niet maken. Nee. 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 En we spelen in de Champions League nu. Geen Europa League. Gewoon Champions League. Dus ik hoop... Waar gaan we het geld vandaan halen? Want we hadden geen geld erbij gekregen. Dus hoe gaan we dat doen? Ik weet niet. Dat stukje moet ik nog eventjes ontdekken. Maar komt goed. Oké, we gaan beginnen. Dit zijn de 11 voor Ajax. Onana, Botman, Schuurs, Alvarez, Kudus, Gravenberg, Klaassen, Martinez, Neres, Boadu en Anthony. Lafont is akkoord gegaan, maar wij hebben nog Onana en dat ga ik Onana niet aandoen. Dit zijn de 11 voor Vitesse. Tronstad, Royal, Buiting, Klorik hebben ze sowieso gehaald. Jago, Sint-Jago van Utrecht overgenomen. Mooi deal, mooi deal. Oké, we gaan. Kunnen wij eindelijk winnen? Meteen door! Boadu! Oeh! Boadu! Klaassen! Nee, ik wou schieten. Clark. Voor de man komen. Zelf. Botman. Overtreding. Gaat gewoon een doelpunt worden. Hier baal ik echt van. Net te laat, Botman. Net te laat. Oké. Ik wil eigenlijk Onana niet... Eigenlijk niet doen. Ik ga het gewoon zo laten. Ja. Oh man. We moeten eigenlijk gewoon dus ervoor zorgen dat we geen overtreding maken daarop in dat gebied. Want ja. Tegen Vitesse. Ja. Wat kan ik zeggen? We gaan de andere kant op. Want... Klaassen, je staat niet verstoppen, Klaassen. Je verstop je. Ga maar door, ga maar door. Klaassen met zijn linkerbe... Oké, mooie kans. Had een... Oh, we moeten scoren, man. Martinez, Klaassen. Had ik kunnen passen op Boadu? Misschien wel, misschien niet. Maar... Nog steeds 1-0 voor Vitesse. We kunnen niet weer gewoon de eerste wedstrijd. En onze teamgeest is gewoon 90+. Doekie. Kom op. Onze centrale verdedigers winnen geen duellen. Dat is echt... frustrerend. Helemaal open achterin is Bero. Het gaat helemaal fout voor Ajax. Openingswedstrijd thuis. Zo'n doelpunt heb ik niet eens in het vorig seizoen meegemaakt. Helemaal open achterin. Wauw. 2-0 achter. Ja, gewoon weggespeeld dan, hè. Want hier. Gravenberg. Achterin Bero, die loopt al. Botman, die moet... Ja, Botman is daar fout. Schuurs had hem al. Oké, dit is wel een beetje een ramp aan het worden. Maar oké. Botman... Hier hebben we Boadu. Kudus is snel genoeg, zou je denken. Kom op, Kudus. Kudus! Kudus! Je bent een linkspoot! Boadu was open! Kijk, als we dit gaan doen...
Koeders, je gaat echt. Ik ga je op de bank zetten. Ik moet wel. Ik heb geen keus. Die bal op Anthony Willen niet of wel? Bodo met de aansluiting. Stref! Oh! We gaan wisselen. Sorry Bodo, ik moet je echt eraf halen. Ik ga mensen eraf halen. Dit kan niet. Dit moest gewoon het doelpunt zijn van zo dichtbij. Kijk. Oké, we staan achter met 2-0, maar we hadden een doelpunt moeten maken. Doorgaan. Doorgaan, 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 doorgaan! 2-0 achter en alles gaat fout. We hebben nog één helft te gaan. Die laatste aanval, dat zegt alles over die hele wedstrijd. We hebben veel te bespreken. Dit is een ramp. Eerste thuisnederlaag, eerste wedstrijd, nee. Bodo, die kans... Zit ik zei. Neres. Kluivert. Kudus. Kudus. Schuurs. Oh man. Oké, wacht. Labiat. Schuurs wil ik er eigenlijk weer af hebben. Voor wie? Waar is Carmo? Ik moet net zeggen. Teamgeest is nog redelijk. En even kijken. Van Bergen voor Anthony. Ik ga het gewoon doen. Teamgeest is nog steeds een 87. Dat zegt alles over de formatie. We hebben de juiste formatie. Ik geloof er heilig in. Kluivert ook. We verliezen alle kopduellen daar. Daar kan ik weinig aan doen. Je drukt een knopje en dan hoop je op het beste overtreding. Tuurlijk! Gaat alles gaat fout. Maar we kunnen wel wisselen nu. Hadden we wel nodig, want die wissels waren nog niet gedaan. Hoef je niet te zien. Wissels. Kom op. We spelen thuis. Zirkzee is erin gekomen. En heel veel anderen. We gaan niet lekker. Broja wint. Even rustig blijven. Hier is Kluivert trouwens. We missen de laatste paas weer. Aannemen. Daar gaat Van Bergen. In één keer, Zirkzee, je bent lang! Zirkzee, aansluitingstreffer! We zijn terug in de wedstrijd. Aansluitingstreffer voor Ajax. Zirkzee is 1 meter 92 of zo. Mitchell van Bergen met de assist. Gouden wissels. Gouden wissels. Dit is gruwelijk, man. Dit is gruwelijk. Daar hebben we Kluivert, nieuwe man. Ja, we hebben een paar nieuwe spelers gehaald. Ja toch, één keer Kluivert hebben gehaald. Hoe maakt niet eens uit, bro? Er zijn een paar teruggekomen. Bordman terug. Ja, man. Zirkzee, net op het veld. Bodo. Oh, wat gruwelijk. Van Bergen met de assist. Ja, meteen een assist. Zirkzee met het doelpunt. Wat een mooi doelpunt. Maar we kunnen dit misschien nog een keer doen. We kunnen het misschien nog een keer doen. Want Zirkzee is lang. Hij is lang. Mitchell, Zirkzee, dit kan net niet. Ik zat gewoon te wachten tot iemand gewoon niet bij het spel stond. Nou. Doekie, smeerlap. Oké, corner. Kunnen wij het doen? Graven. Zirkzee! Zirkzee! Klaassen! 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 De aanvoerder! Hij doet het weer. Yes! We komen terug van een 2-0 achterstand. Dit verzeer je niet. We kunnen nog winnen. We hebben 10 minuten te gaan. Ruim 10 minuten te gaan. Davy Klaassen, de aanvoerder, doet het gewoon. Jongens, corner. Ja, een soort van corner doelpunt. Hier had hij dan meteen moeten scoren. Maar Zirkzee met het schot mist. Oh, wat een doelpunt van Klaassen. We zijn terug in de wedstrijd. Oh man, gewoon 2-0 achter stonden wij, hè. Als je deze wedstrijd vanaf het begin had bekeken en je zag 2-0 achter, dan dacht je sowieso, hè. Dat we deze wedstrijd nooit meer zouden gelijk spelen. Sowieso. Dat dacht je, hè. Kijk, maar dit is wat ik bedoel. Dat is wat ik bedoel. Er is niks aan de hand. Weer. Ik laat het zien, ik praat erover en alle passes gaan richting Vitesse. Poef!
Oké, laatste kans, jongens. Gooi hem erin. Klaassen. Aanvallende bal. Kluivert. Geen buitenspel. Bazoer. Jammer. Ik heb het geprobeerd. Maar weet je wat het is? Ja, heel veel passes gingen fout. Naast doelpunt. Oh, we hadden meer. We hadden recht op meer. Ja, 2-2 gelijkspel. We moeten het ermee doen. Maar dit is gewoon geen goed begin van het seizoen. Maar ja, we stonden met 2-0 achter, hè. 2-0 achter. Oh, jammer, man. We hadden... die passes gingen zomaar fout gewoon. 57% balbezit, 8 keer geschoten. Vitesse heeft 3 keer geschoten, 2 keer gescoord. Oké, we gaan even kijken. PSV verliest van Willem II. Feyenoord verliest van PEC. AZ speelt gelijk tegen RKC. Wacht even. We staan op plek 5. Oké. Wauw. Oké, niet slecht dan voor ons toch? Want... Oké, luister. De return tegen Marseille. Volgende aflevering, broskies. Volgende aflevering. Voor het tweede jaar op rij hebben wij de openingswedstrijd van de Eredivisie gewoon niet kunnen winnen. Broskies, dit is ook meteen het einde van deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. En Mautski.